Een dag voor zijn 21ste verjaardag krijgt Maduka Okoye een kans van Henk Vrezer in het doel van Sparta. Hij krijgt dus de voorkeur boven Benjamin van Leer. Verder zien we ook Jeffrey Fortes, niet als rechtsback, maar op het middenveld begroet zijn Rotterdamse vriend. Mario Bilate en bij Sparta in de spits een jongen van 17 jaar, Emmanuel Emega. Hij krijgt dus de kans van Henk Vrezer. En daarmee terug nummer 4. Verdediger Michael Heijlen, overkomen vanuit Emmen. Hij in het centrum naast Bart Vriends. Na een kwartier dan de eerste grote kans van de wedstrijd. Volley van een nieuwe speler van RKC, James F. Morfidis, overkomen van Almere. Als we na 20 minuten de eerste goede aanval zien van Sparta. Met Brian Smees, let op de loopactie. Daar in het midden in uw beeld van Jeffrey Fortes. De voorzet is van Abels, daar Fortes voor de goal. Een hele knappe redding van de doelman van RKC, Etienne Vaassen. Goede kaas bij Emega. En Vaassen, die dus Kostas Lamprou achter zich houdt vooralsnog als eerste keeper. Daar Hens. Ja, de kopbal is van Awassar. Scheidsrechter van de Kerkhof ziet het goed. In de herhaling te zien hoe Bakari Hens maakt namens RKC. En dan een strafschop. En Lennarty achter de bal. Scoort niet zo heel erg vaak. De Duitse spits die overkwam van PEC Zwolle. En nu ook niet. Vorig seizoen 6 doelpunten voor hem. En weer een goede redding dus van Vaassen. Want die schiet die bal helemaal niet zo heel slecht in. Misschien iets te hoog. Van een knappe redding van Vaassen. Ruststand is dus 0-0 in Waalwijk. Dan Brian Smeets met de hoekschop. RKC vorig seizoen behoorlijk wat goals tegen uitstaande situaties. En daar is juist Sparta weer gevaarlijk in. Mede dankzij Bart Vriends. Hij kopt Sparta op een 0-1 voorsprong. Mario Bilate is Vriends kwijt. Zo komt Sparta op voorsprong. En gaan ze misschien wel voor de tweede keer in deze oefencampagne een wedstrijd winnen. Eerder in Delden werd er gewonnen van Top Os. Als dit rommelig uitverdedigen is, ja, goede onderschepping van Sparta. Die naar Smeets, dit moet de 0-2 worden, maar de kale middenvelder mikt net naast. Er zit er nog een been tussen. Zo blijft het 0-1. Pech dus voor Brian Smeets. Dan de aanval van RKC. Goede tackle daar van Vriends. Daardoor kan Bilate niet verder. Terug naar F. Morfidis. Goede opening op links. Richting Wouters. Heeft alle tijd voor een voorzet. Een goede voorzet. En daar is het 1-1. Doelpunt is van Tahiri. Kan redelijk vrij inkoppen. Wordt niet goed verdedigd. Awassar laat hem lopen. Vriends neemt niet over. Ook Abels is te laat. En zo is het 1-1. Na die goal gaan beide ploegen veel wisselen. Komt het speelbeeld niet ten goede. Maar dit is nog wel een hele fraaie aanval van Sparta. Over de rechterkant met Abels. Mooi balletje daar. Voorzet van Smeets. Mijnans niet met de 1-2. En ook de rebound van Faye gaat er dan vervolgens niet in. Zo blijft het 1-1 en wint Sparta weer niet in een oefenduel. Vorig jaar in de competitie werd het hier nog 0-1. Nu dus 1-1. Volgende week vrijdag speelt Sparta thuis tegen ADO. Een wedstrijd die live te zien is op de kanalen van Rijnmond.